Ja, nou, dit wordt extra moeilijk. Want ik wil graag beginnen met een opstartmuziekje. Want Claudia die gaat natuurlijk een tijdje overdoen voordat ze opneemt. En dan start ik dan deze op. En onderwijl ga ik Claudia bellen. Dus, echt, dus je moet even... Oh, daar ben je. Hey. Mooi zo. Ik had net... Ik ga zo naar bed. Hè? Wat zei je? Ik ga zo naar bed. Oh, je bent moe? Ja, kapot. Ah. Echt heel erg kapot. En komt er van de chemtrails? Ja, ik weet het niet, maar is echt even een douche te doen. Mm-hmm. Ja, het is gelukt. Ik heb mijn klusje klaar. Ja, oké, dat bedoelde ik. Ja. Hé, mag ik dan... dit is uitzending nummer 41. Maar ik ga gewoon even lekker naar bed. Nee, nog 10 minuten, kom op. Ik heb geen kracht meer, man. Ach, je hoeft gewoon wat te zeggen over... over vaccinaties. Gewoon ga lekker achterover zitten. Nou, oké. Vaccinaties? Ja. Maar het is al lang bekend, hè? Aha. Ik heb weinig daarover te zeggen. Aha. Vaccinatie, hè? Aha. Met vaccinaties aids gebracht, kanker en alles, hè? We weten het toch, autisme. Aha. Polio. Ja. Gevaarlijk. Ja. Wat ik geleerd heb, hè? Als ik nu zou weer een moeder worden, geen prik. Heb jij Lea laten vaccineren? Geen. Heb jij Lea laten vaccineren? Wel, maar niet tegen baarmoederkanker. Pas op, ik moet even de microfoon iets dichter bij jou zetten. Ja, zeg het nog maar een keer. Ik zeg in het begin wel, hè? Maar niet tegen baarmoederkanker. Nee, nooit gedaan. Dan ben ik zo blij en zo trots op mijzelf. Ja. En ja. Zo simpel is dat. Mijn dochter, dat heeft dus de moeder van mijn dochter, Wijnanda. Maakt ook niet uit, weet je. Maar, en die stond erop dat mijn dochter, nou is het 13 of zo... 12, en dan moest het tegen geelzucht ingeënt worden. Nee, echt niet. Tuurlijk nee, niet. Nee, bij mijn dochter is niet gebeurd. En weet je wat ik ook zo geinig vond, hè? Nee, kom maar door. Jij nee. Het is gebeurd en ik ben zo blij mee, man. Ik ben trots op mijzelf. Kom mijn dochter. Die komt laatst binnen. Echt een paar maanden geleden. En heeft ze gewoon een diagnose. Een diagnose, kinkhoest. Ja. Maar zij heeft DKTP gehad. Uh-huh. En die K is van kinkhoest. Dus waarom heb zo, ik mijn dochter... Zo, ik ben niet zo slim geweest, maar mijn kennis in die tijd was... armer dan nu, hè? Uh-huh. Dus ik heb het ook moeten leren, hoor. Tot haar, zeg maar, 8e prikjes gehaald, laat er nooit meer iets. En gaat er ook niet gebeuren. Nee, nou niet meer. Het is gewoon een nee. Is gewoon een nee. Ik kreeg ook uitnodigingen. Mm. En ik heb die mensen opgebeld. Ja. Maar dan was ik echt over te rooien, hè. Mm-hmm. Vloeken tegen hen. Hoe heet die organisatie? GS, dat is mijn gezondheid,
en zoiets. Uh-huh. Ik heb gezegd, sturen jullie mij nog een keer uitnodiging? Uh-huh. Krijgen jullie een bom? Ja. En ik woon vlakbij jullie. Ja. Daar heb ik gezegd, ja, nooit meer voor mij baarmoederkankeronderzoek. Absoluut niet. Ga ik het niet doen? Nee. Mijn titel ga ik niet even plat maken voor de... En voor het onderzoek. En ik als man, hè? En ik als man ga niet mijn met... Mijn dochter krijgt geen aids of andere prikjes. Nee. Gaat er niet gebeuren bij mij. Nee. Nee. En we waren helemaal gechoqueerd, hè? Want met mijn slechtste Nederlandse taal was ik absoluut duidelijk. Maar absoluut. Ik zeg, nog een uitnodiging, ik gooi de bom. Ja. Zo simpel is dat. Ja, je moet dan wel zeggen... Je niet sturen, waarom? Daarom. Je moet dan... Is antwoord, daarom. Ik wil niks van weten, doei. Ja. Om even je Nederlands weer op te frissen. Ja. Je moet dan zeggen, als je dat nog een keer flikt, dan flikker ik een bom. Maak ik zout. Of dan gooi ik een bom. Ik was absoluut duidelijk voor hem. Gewoon niet meer flikken. Ik heb ook de post ja, in mijn brievenbus. Mm. Ik wil niet hebben. Nee. Je krijgt stress van. Je wordt hier precies, wat er helemaal zenuwachtig van. Allemaal. Ja. Van, voor mijn dokter ja, en voor mijn tieten en voor... Ja, flikker op. Niks gebeuren. Ja, absoluut. Op sodemieteren. Ja, gewoon om... Ik wil geen post in mijn brievenbus. En daar heb ik recht op. Is democratie of niet? Nou ja, lijkt me wel. Toch? Je hebt gewoon totaal gelijk. Mijn dokter krijgt geen prikjes. Exact. En ik ook niet even onderzoek baarmoederkanker of dit of dat. Nee, kom maar. Nee, want wat ik geleerd heb... Barcelona, hè? Arme meisje, die heeft stralingen gekregen voor niks. Ilona Meijers. Ja. Onze vriendin. Voor niks. Voor niks. Ja, mama, die heeft helemaal geen kanker gehad. Kom op, man. Nee. Is even... Ja, die heeft wel te veel... Maar ze heeft wel... Mama, nou, we pakken jou, hè. En ze is goed gelovig, hè, in mensen. Mm-hmm. Maar ze is een goede mens, hè. Ik ben erbij geweest, hè. Je snapt wat ik bedoel. Ik ben Ilona, die was toen bij mij. Ja, ze... die heb je gebracht, gaat je mij vertellen. Ja, het Rijn staat. Ja, maar de luisteraars hebben dit niet gehoord, hè. Nee, heb ik haar nee, weg... sorry. En we zijn na afloop zijn we op de Rijnkade. Mijn auto die staat toen ik die auto nog had hier, stond hij aan de Rijn bij het Oosterhoutje. En toen zijn we teruggewandeld. En dan heeft Ilona die heeft gewoon lekkere zware biertjes besteld bij dat goedkope Turkse restaurant. Maar er zitten al twee goedkope Turken tegenwoordig. Daar heb ik ook een hele mooie foto van haar gemaakt. En ik ben het gewoon totaal met je eens. Je moet gewoon het in je kut laten koekeloeren. Want we hebben die mensen daar te zoeken. Nou, ik heb... toen heb ik haar bij Ali ontmoet. Mm-hmm. Ik had zoiets even zin, even buiten de huis, toch? Mm-hmm. En voor mij was makkelijk naar Ali toe. Mm-hmm. Kwam ik haar tegen. Ja. En ze ontaarde mij. Ontarmen. Ontarmde, ja. Ja, ontarmen. En zeg ze tegen mij, ga dood. Ik zeg, fucking wat? Ja. Zeg, ja, sowieso. Maar, hoe ik praat, hoe ik ben. Je kan me begrijpen, maar zij niet, oké? Ik heb nog gezegd, je gaat het nooit meer doen. Ik help je. Mm-hmm. Je kan me niet helpen, vloeken, dit, vloeken, dat. Ja, natuurlijk kan jij haar niet helpen. Een man, weet je. Ja, je kan haar niet helpen. Ja. Je kan wel lekker koken. Claudia Relschopper, als ik je even bij je Nederlandse naam mag noemen. En
dat vond ik echt, weet je, vond ik niet mooi. Ze moeten ooit naar mij luisteren. Ik ben niet. Weet je wat Ilona moet doen? Ik kan wel even raar doen, snap je, maar ik ben niet gemeen. Ze moest naar mij luisteren. Fucking off met straling en onderzoek van gynaecoloog. Ze verzinnen de dingen, man. Ze maken haar ziek. Ze heeft helemaal geen kanker, man. Nee. Doe normaal, nu misschien wel. Naar de stralingen wel. Ja. En naar de stukje van uterus. Ja. Is baarmoeder, uterus is Latijns. Hè? Ja, maar zij heeft ook de... Misschien wel, hè. Ja, want zij wil geen uterus meer. Zij is doodziek van haar kinderen. Ze is doodziek van haar zus. Ja. Nou, die heeft haar verneukt. Haar zus en haar ex-man? Ja. Dat is, ze is helemaal niet doodziek van kinderen. Ja. Maar dat is niet waar. Zij liet mij, ja, maar oh, ja. Doodziek van haar ex-man en haar zus. Ja. En dat mag niet gebeuren. Bij ons Serben, hè? 9 generatie. Is geen oom, is geen tante. Ja, tante bestaat wel, maar nichtjes, neefjes niet. Is broer en zus. Aha. Dus raak je niet aan 9 generatie. Ja. Wondering voor Ilona, hoe ze dat overleefd heeft. En ze is nog Mietje, ik zou iemand dood schieten. Snap je wat ik zo? Als ik zo op haar plekje zijn, ja. Dat ben ik niet, gelukkig maar niet. Ik zou iemand dood schieten. Arme kind. Ja. Kijk, dat laatste ben ik met je eens. En dan zien ze alleen maar dronken Ilona, Ilona prostituee. Maar achter één Ilona, en elke Ilona staat een verhaal. Ja. En mensen willen die verhaal niet horen. Mensen zijn hardvochtig. Dat is het probleem van mensen en niet van Ilona. Ja. Jij en ik, we begrijpen dat. Ja. En, en nu ga ik eventjes... want als wij dan Ilona weten te vinden, wil je dan naar het westen of naar het oosten? Naar het zuiden of naar het noorden? Als het mooi weer is en Perry, ik heb weinig geld. Nee, dat vraag ik helemaal niet. Nee. We gaan van tevoren een bank beroven en ik betaal de bankberoving. Als we met onze drie zijn. Ja. Waar wil je naartoe? Wil je naar het noorden, westen? Nee, kom. Maak me helemaal niks uit. Je hebt gezegd 300 kilometer. Vraag maar Ilona waar ze wil. Ik denk dat Ilona... Ik ga eventjes voor... Ik ben een schienkat. Richting Maastricht. Ja, naar Limburg. Waarom niet? Ik ben ooit in Maastricht geweest in de Bootlander. Bijvoorbeeld. Ja. Bijvoorbeeld, nee. En jullie gaan niet naar mij luisteren. Ik pas me aan. Aha. Maak ik zout... Ik wil het liefst naar... Als ik, wat ik leuk zou vinden... Is voor mij oké. Snap je dat, wat ik bedoel? Ja. Wat ik leuk zou vinden... Is naar Roermond te gaan. Naar? Roermond. Roermond? Ja. Dat is echt... Zo'n eindje rijden moet je voorbij Eindhoven. Dat is niet zo grappig. En van Venlo... Ja, maar... Ja, want die lui in Venlo, die kennen geen Limburgs, hè? Vervelende route. Ja. Het gewoon even doorkouwen. Nee, jullie gaan even afspreken. Ja. Had je haar opgebeld? Ja, ik heb haar gebeld en ik heb haar ge-sms'd. Maar ze neemt niet op, hè? Nee. Ik heb 10 keer vandaag gedaan. Buiten dat ik heb sms gestuurd. Aha. Ze neemt gewoon niet op. Ik vraag hem af wat die kerel... Want ik heb ontzettend weinig
vertrouw ik in die ganse. Die is heel leuk vanochtend. Wat schalft in, hè? Aha. Nog eerder, hè? Aha. Is een beetje te leuk tegen mij geweest. Aha. Ik weet het niet. Hans is levensgevaarlijk. Ja, voor mij niet, toch? Nee, als je ervan kan afsluiten. Nee, voor mij niet. Maar de laatste keer dat ik... Ik had zoiets later, hè? Ja. Een paar keer gebeld heb. Maar misschien zit ik helemaal fout, hè? Want ik heb jouw verhaal, toch? Van vroeger, over haar mobielen. Dat je zegt het tegen mij, ze neem ik gewoon niet op. Nee. Moeilijk zijn met mobiele blablabla. Nee, je moet gewoon... Heb ik onthouden in mijn hersenen, oké. Maar toen had ik zoiets even twijfels. Heb jij mij een goede nummer gegeven of wat? En je kan geen voicemail inspreken, hè? Nee, want zij... Dat weet ik al lang... Nee. Ja, het duurt lang en je kan geen voicemail inspreken. En ze is geboren. Ja. En ze is geboren in Geleen. Heb ik nu een beeld. Daar kunnen we ook naartoe. We kunnen ook bij de ouders langs, want er zou ook wel een camping zijn bij Geleen. Gaan we ook in Geleen even barbecuen? Dat wil je niet, hè? Dan ga je me vertellen. Nee, is mij te smerig. Dat wil ik gewoon niet. Te smerig. Ja, te smerig, ja. Dat is echt die camping van Erik. Dat is iets voor oude mannen. Van old soldiers never die, weet je wel. Oké. En niet voor kleine kinderen. Ik geloof zelf, misschien verzin ik nu, hè? Ik geloof dat Gertje ontzettend jaloers op mij is. Op jou is? Ook even voor de luisteraars, om te interrumperen. Gertjan is een homo en die heeft de relatie met Erik van de Caravan. Ik geloof dat hij ontzettend jaloers op mij is. En ik heb toen voor Hans, Elona, mijn telefoonnummer of een briefje geschreven. Die avond vorige week maandag, toen zijn we bij de wacht geweest, weet je? Ja. Heb ik aan hem gegeven en Erik belt me niet. Ik geloof dat Gertjan heeft de briefje gewoon weggegooid. Ik denk het wel. Ik denk dat jij gelijk hebt. Als iets 100% is, dan zeg ik het 80%. Ja. Dat Erik heeft dat niet gekregen. Ja. Die 20% laat ik aan toeval. Ja. Ik zal je vertellen, het is mooi dat je hierover begint. Het is gewoon vieze gommels, man. Vieze, non-mannen. Ja. Vieze non-moralisten. Ja, is gewoon zo. Ik heb hier ook, ik heb hier een... Ik heb geen geld. Ik heb geen drank. Ik ga gewoon even slopen. Even de gedachten slopen. Ja, gewoon. Doe dat maar. En... Lekker doodgaan. Ja. Oké, moet je nog heel even blijven hangen? Want dan maak ik nog een eindmuziekje. Heb je dat beginmuziekje gehoord? Laat me gewoon. Even kijken, waar staat hij nou? Zoek. En dat is het nummer Onder de Maan. En dan mag je gewoon tijdens het nummer... Zee, onder zee. Ja. Onder haar. Onder de haar. Ja, onder de maan. Ja, zee. De maan is zij, ja. Het maan.
Komt ie. Zeg nog maar wat. Hallo? Ja, ja. Hoor je het? Ja, dat was hem dan. Lieve Claudia, yes, lekker gaan slapen. Je moet lekker gaan slapen. Ja, yes, ik dat toch? Ja. Ja, ik heb een stem. Ik ga even... Is Lea nog in huis? Ja, jawel, ik ga even... Goed gedaan, jochie. Ik ga even naar andere dimensie. Ja. Waar ik bij hoor. Ik hoor je heel goed, Claudia. Ga jij me lekker ophangen? En dan ga ik afscheid nemen van de luisteraars. En ik ga gewoon een bed in. Snap je? Weet je wat jij moet snappen? Ik hou toch van vrouwen. Dat weet ik. Dat weet ik al lang. Maar jij bent vrouwelijke vriend. Dankjewel. Jij bent gewoon een vriend voor vrouwen. Je houdt van vrouwen. Ja. Ik heb er begrip voor. Jij hebt begrip, klopt. Maar je steunt hun. Jij beoordeelt hun niet of veroordeelt hun. Helemaal niet, helemaal niet. Ik vind vrouwen gewoon lekker ruiken. En volgens mij komt dat door mijn non-homoseksualiteit. Oh. Hey, ik ja. ga even... Maar jij moet gaan slapen, oké? We gaan nu afscheid nemen. Nou, ik ga... Hang mij op, even. Claudia. Tjus, kom. Ik ga Perry in mijn bed liggen. Doe ik even de ogen dicht. Ik weet niet of ik ga slapen. Maar ik ga even weg. Ja. Op mijn manier weg van alles en wat. Gewoon lekker weg. Ja. Snap je? Ja. Zeg maar gedag tegen de luisteraars. Misschien val ik in slaap, je weet. Gewoon lekker weg. Ja. Ga ik... Je gaat slapen zoals Gandalf. Met mijn neefjes. Jij gaat gewoon slapen met je ogen... Je gaat slapen met je ogen open. Even ontmoeten. En uitlachen op die aarde. Ja. Samen met hun. En op, ja. Ik hoor je. En als we Ilona weten te vinden, wordt het een bijzondere dag. Dag lieverd, tjus. Jij ook, hè. We horen elkaar. Ja, u ook. Ciao. Groetjes aan Lea. Ciao, ik doe, dank je wel. Ja, alsjeblieft. Ciao. Ciao. En dat was Claudia Reljes. En dan doe nog een keer deze dan. De afsluiting. En Claudia Reljic en haar dochter, die kunnen elkaar wel aan. En mijn dochter, de dochter van mijn moeder. En haar moeder. Die hebben er iets meer moeite mee. Claudia Reltjes is gewoon iemand met een grote bek. Je moet tegen haar niet zeiken. Dat heeft ze genoeg aan de kop gehad. En zij heeft het volste recht om daar lullig over te doen.
en het niet meer te pakken. Pikken. Sorry. Het niet meer te vreten. En dat is een bepaald verdriet. En Ilona Meijers, die is gewoon geneukt toen ze veel te jong was. Ik krijg het geluid niet harder. Oh, hier zit het. Het is heel belangrijk om stil te blijven staan bij de liefde die je nog wel hebt. Wat de vroege christenen, en die deden niet aan geld verdienen. Die deden niet aan foldertjes ronddelen of zo. Je moest ervan weten. En dan kon je afdalen in de kelder. En dan kreeg je het te horen. De mensen horen empathisch te zijn. En dat wij voor onze mooie vrouw een krokodil omarmen en uitbenen. En lekker gaan we krokodillenvlees eten. En dan maken we van het krokodillenhuis een handtas voor onze mooie vrouw. Dat mag. Maar dan moet je wel een krokodil zien te pakken. De moraliteit, dat is de essentie van ons bestaan. Dat wat dood is, eet je op. Alle dode dingen. Mag je, dien je, moet je eten. En dat is dus even weer een lekker vette christelijke preek. En nou kijken of ik deze opname niet te vroeg afsluit. Tjus, ook namens Claudia Reltjes.